Studenten uit het binnenland hebben ondersteuning nodig, zodat ze zich hoger kunnen scholen om later te helpen werken aan de ontwikkeling van hun eigen woongebied, zegt Jerry Finissi, directielid bij Rosebel Gold Mines NV. Het Rosebel Community Fund stelt studenten in staat de middelbare school of het hoger onderwijs in Paramaribo voor te zetten en met succes af te ronden. Het gaat om een beurzenprogramma dat in 2009 werd ingesteld en gericht is op jongeren uit Brokopondo, Sipaliwini en boven Saramaka. Tijdens de ondertekening van de contracten gisteren benadrukte Finissi dat alle kosten voor de studenten die in aanmerking zijn gekomen voor een beurs worden gedekt door het bedrijf. Waar we vandaag staan is dat we nu de studenten als zodanig vanuit Brokopondo naar Paramaribo in dat traject ondersteunen. Hun huisvesting betalen, we betalen transport voor ze naar school te gaan, we betalen inschrijfgelden. Eigenlijk alle kosten die ze hebben, zelfs belkaart geven voor ze, zodat ze in contact kunnen blijven met hun ouders. Om eigenlijk een educatie voor te zetten. In dat traject ondersteunen we ze middelbaar en universitair. Zo, wanneer ze klaar zijn met middelbaar, dan mogen ze kiezen ervoor. Sommigen kiezen om te gaan werken. We hebben ook studenten gehad van SPI die zeggen ik wil leerkracht zijn, dus ik ga gewoon werken als leerkracht. Maar anderen zijn doorgegaan tot bachelor, die zijn afgestudeerd en die werken nu. Vandaar eigenlijk het idee om te blijven doorgaan doen, nee? Omdat je steeds nieuwe studenten hebt die interesse hebben om verder te gaan in Paramaribo met hun ontwikkeling, met hun studieontwikkeling. Naast het beurzenprogramma voor jongeren uit het district werkt Rosebel Gold Mines in Brokopondo ook aan de noden die zijn geïdentificeerd uit een sociaal onderzoek. En we hebben verschillende gebieden geïdentificeerd en onderwijs is daarvan één van ze. En voor onderwijs hebben we verschillende programma's uitgeschreven in het verleden. We hebben ondersteund met gebouwen, vernieuwen, dan nieuwe gebouwen neerzetten of scholen. We hebben ondersteund met trainingen voor leerkrachten. We hebben verschillende programma's ontwikkeld voor studenten om in het district te werken. Maar op een gegeven moment hebben we ook gemerkt vanwege het feit dat er geen middelbare school is in het district, vooralsnog nog niet, was het nodig voor ons om te kijken naar maar hoe ondersteunen we de studenten verder. Maar één ding dat we hebben gezien dat gebeurde, voordat het programma startte, of nog steeds, misschien gebeurt het nog steeds, is dat de studenten nadat ze klaar zijn met Milo naar Paramaribo komen, maar kort daarna zie je ze weer in het dorp. Finissi stelt dat er via het programma volwaardige burgers worden afgevaardigd. Het is geen voorwaarde dat de studenten terugkeren naar hun woongebied, maar wel wordt verwacht dat ze helpen aan de ontwikkeling.